Hallo allemaal. Goeiedag allemaal. Mijn naam is Romy Huisman. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Jorrit. Hoi, ik ben Roel Koppers. Hoi allemaal, ik ben Donja van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Dat we zorgen dat iedereen droge voeten houdt. Veilige dijken. Het Hoogheemraadschap versterkt de dijken om te zorgen dat iedereen hier nu en in de toekomst veilig kan blijven werken, wonen, recreëren. We willen de dijken versterken aan de buitenzijde door het vernieuwen van gras, steen of asfaltbekleding. Maar zover is het nog niet. Voordat de schop de grond ingaat, moeten de plannen die er nu liggen verder uitgewerkt worden. Wij gaan het regenwater opvangen en dat kan jij ook doen. Zo kan je je regenpijp aansluiten aan je regenton. Of kan je net als Jorrit het water opvangen met een emmer of een lege pot. Als het allemaal klaar is, dat is het einde van dit jaar, dan kunnen we hem inzetten op het moment dat er echt extreme regenval is, waardoor de polders hieromheen droog kunnen blijven. Het Hoogheemraadschap zorgt al eeuwenlang voor droge voeten. En zo'n dijkmagazijn behoort tot ons watererfgoed. We zitten in de Menningweer Molen. De Menningweer Molen die bemaalt de Menningweer Polder. En de Menningweer Polder is weer een onderdeel van de Eilandspolder. En de Eilandspolder, dat is een gebied dat ligt tussen de Rijp en Alkmaar. Daar zitten we. En dat betekent dat 80% van de bouwstoffen die zijn toegepast, ja, die zijn weer herbruikbaar. Dus die kunnen eventueel, als dit pand ooit weer afgeschreven is en gesloopt gaat worden, dan kunnen die bouwstoffen kunnen weer ergens anders toegepast worden. De najaarschouw is erg belangrijk voor de aan- en afvoer van het water tijdens de natte periode van het jaar. Doen we dit allemaal niet, is de kans groot dat bij hevige regenval het watersysteem verstopt en het water het land overstroomt. En daardoor gaat het plastic dat stroomt in de richting van de schep. De schep die haalt het uit het water en aan de bovenkant valt het in de holle as. Dan gaat het via een glijsysteem naar het opslagsysteem en daar kan het heel eenvoudig periodiek worden gelegd. En op die manier kun je dus heel eenvoudig plastic afval uit het water halen en voorkomen dat het naar de Noordzee gaat. Ja, we staan hier bij Rioolgemaal en hiervan komt het water wat via vrije verval komt, wordt hier verzameld onder de put. En af en toe gaan die pompen in storing. Dit bruggetje is nu nog in beheer van het Hoogheemraadschap, maar niet voor lang meer. Vanaf 1 januari 2021 wordt het overgedragen aan de gemeente Schagen, net als 19 andere bruggen. Samen met wel 300 bomen, ruim 400 lantaarnpalen en 150 kilometer weg. Nou, we analyseren dus zeg maar het oppervlaktewater en het grondwater en de bodem. Dus die beestjes zeggen dus iets over de waterkwaliteit. Dus je kan ook zeg maar zien van ja, hoe gaat het met die natuur hier. Welkom. Ja. Dit is gemaakt zonneboom zoals in de begin jaar van de 1900 geïnstalleerd is. Nou, dit is het schilderij van de Schermermolens tussen Schermermolen en Jussen. Het is gemaakt door Arnoud Colnau, een grote naam uit de Bergense school. En het dateert uit 1931. In 2009, ditmaal compleet gerenoveerd of zeg maar gerestaureerd is. En wat je binnen ziet is eigenlijk een compleet nieuw gemaal in een oud jasje. Aan de kant van de huizen plaatsen we L-wanden om te zorgen dat de boel niet omkiepert en dat het gewicht goed op zijn plaats blijft. Hey, Wil en Gerrie, hartstikke bedankt voor de uitleg. Ja. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie volgende keer weer. Doeg! Tot kijk! Doeg! In deze kennisgeving informeren we de omgeving precies in detail hoe zij betrokken worden in deze fase en hoe ze geïnformeerd worden. Precies, nou bedankt voor het kijken en
Tot de volgende keer.